Jeroen en Sophie hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. Hun klushuis is af, de buurt is veranderd en met hun zoontje van drie jaar oud vormen ze nu een echt gezin. Ze zijn niet de enige in de buurt. Er wonen steeds meer jonge gezinnetjes. Het straatbeeld is drastisch veranderd na de klusperiode van een aantal jaren terug. Er is meer groen, parkeerplaatsen hebben plaats gemaakt voor speelgelegenheden en bakfietsen. Jeroen en Sophie denken na over de aanschaf van een bakfiets. Ze gaan te raden bij hun buren over de verschillende soorten bakfiets. Al snel gaan ze over stag. Eenmaal aangekomen bij de fietswinkel, laten zij zich nog eens voorlichten door de eigenaar. Hij vertelt over de snelheid waarmee de bakfiets populair is geworden. Jaarlijks worden in Nederland zo'n 1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, waarvan 21% elektrisch en 750.000 tweedehandse fietsen. Sinds 1995 worden er nieuwe bakfietsen verkocht die lichter en stabieler zijn dan de ouderwetse bakfietsen. Momenteel zijn er 10% van de verkochte fietsen bakfietsen of cargofietsen. Vooral in de Randstad en Amsterdam voorop hebben bakfietsen het straatbeeld veranderd. Voor Jeroen en Sophie is het vandaag een belangrijke dag. De bakfiets wordt geleverd en vanaf nu kunnen ze hun zoontje ook daarin vervoeren. Voortaan pakken ze ochtends de bakfiets met zoon liever in en gaan op weg naar school. Net als de andere buren. Op het fietspad staat een stoet van bakfietsen. Andere fietsers kunnen er amper langs en zijn geïrriteerd, maar daar trekken ze zich niets van aan. De bakfiets zou nog wel eens een grotere vlucht kunnen gaan nemen. Steden zijn steeds strenger in hun eisen met betrekking tot luchtverontreiniging en uitstoot van auto's. Onderzoek wijst uit dat 51% van alle leveringen in steden door bakfietsen gedaan zouden kunnen worden. Stappen koeriers nu massaal over op de elektrische bakfiets? En moeten we dan de straten anders gaan indelen?